Goedemorgen, het is vrijdag, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn allen, volgens mij behalve mama, is iedereen verkouden. Maar goed, ik ben met Elin bij mijn ouders. En Elin heeft net besjes geplukt. Ik heb besjes eten uit oma's tuin. Dan gaat ze daar in de plantjes zoeken. Ze hebben ook een vogelverschrikker gemaakt. Want ze eten de vogels, de besjes. Niels is nu op school, dus die halen we vanmiddag op. Maar het is super warm, dus wel een soort warmtebeleid ook. Ze hebben ook geen water en zo op het schoolplein. Ze kunnen daar geen tuinstroom zo aansluiten, geloof ik. Dat hoorde bij de WSO. Maar goed, wij gaan zeker straks hier in het padje. Elin gaat zo nog even naar speeltuin met opa. Morgen heeft Niels sporten en dan mogen ze waterpistolen mee. En zondag heeft Niels nog een kinderfeestje. Wat heb je ontdekt dan? Kijk, dan doe je hem zo. Ja, van die drijven. En ik nog slapen, die lag er laat in, of tenminste die lag er niet laat in, maar die kon niet eerst slapen, wat gewoon dat ze te moe was. Ze was vanmorgen heel vroeg wakker, dus die ligt nog even lekker te slapen. Niels is terug van school. Ik had ze hele instructies meegekregen dat we voor één keer, omdat het zo warm was, zoet en zout mee mochten geven. Mee moesten geven. Dus ik had met grote moeite had ik dus wat zoets. Want we hebben dat allemaal niet echt in huis. Dus ik had wat biscuitjes zeg maar erin gedaan. Een bakje rozijntjes. En dan had ik nog chipjes. Heb ik erin gedaan. Allemaal een heel klein beetje. Nee, mocht hij niet opeten. Nou ja, goed. Dat vind ik heel bijzonder. Want ik kreeg dus een mail van de directie of je dat erin wilde doen. En extra water. Maar goed. Dus nu denk ik dat de juf denkt, oh ja, ik maak altijd bananenbrood, maar er zit geen suiker of niks in. Dat is letterlijk met banaan en kokosmeel en nou ja, dat, weet je, er zit echt helemaal niks in. Maar zelfs dat had ze uit zijn lunchtrommeltje gevist. En ik had het andere had ik in een apart bakje gaan, maar ik dacht, nou die denkt ze dat ik mijn kind vergiftig of zo. Nou goed, heel bijzonder was dit. Ik vind het een hele rare indruk nu voor mij, maar dit is toch vrijdag altijd een andere juf dan de rest van de week. Maar goed, we zitten heerlijk buiten en ja. Oh, en mijn vader heeft het virus niet, maar dat dachten we al. Maar het is goed dat het bevestigd is. Ja, lekker hè? Hè, verkoeld wel. Wij zijn weer thuis, ik heb even gedoucht. Want ik zat te komen onder de zonnebrand. En nu lijkt ik helemaal niet bruin trouwens, maar ik heb echt, je ziet het nauwelijks nu. Mooi kit en serieuze kleur, maar dat is niet van nu alleen nu hoor. Want het is gewoon, al de hele tijd natuurlijk heel lekker weer. Dus ik probeer ook op werkdagen zeg maar een half uurtje buiten te zijn. Nou, ik kan je vertellen dat het vaker niet lukt dan wel, maar... Als het niet lukt, omdat ik heel veel alleen maar overleg achter elkaar, dan probeer ik wel af en toe even de pui over te zetten en dan daarin te zitten. Maar het is lossig, want ik probeer eigenlijk elke dag wel 8000 stappen te halen, maar is lastig. Sven en Niels zijn nu nog eventjes samen yoghurtje aan het eten. Helen ligt op bed, maar die wil nog niet erg slapen. Super moe, ik heb vanmiddag ook eventjes, 20 minuten zo geslapen. Misschien was het eigenlijk veel langer. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar goed, ik ga gewoon weer op tijd naar bed. Ik voel me op zich wel oké, maar ik merk gewoon dat ik best wel moe ben. Sven is ongeveer de hele dag geslapen. En we slapen nu Sven's kussenlucht, zeg maar nu aan het voeteneind en ik dan aan het hoofdeind. De eerste nacht was het andersom, alleen ik drink best wel vaak water nog 's nachts. Dus het was handiger als we andersom gingen liggen, want hij slaapt gewoon 's nachts punt. Omdat we elkaar niet het aan willen steken. Het is echt voor het eerst dat we dat doen. Maar better safe than sorry, maar goed. Sven voelt zich ook wel iets beter. Of die voelt zich een stuk beter, heb ik het idee. Maar goed, die heeft ook 2 dagen bijna alleen maar geslapen. Nou, die behoefte heb ik totaal niet, maar ik merk wel dat ik moe ben. Morgen wordt het volgens mij wel een stuk slechter weer. Maar goed, nog steeds 25 graden. Dus in mijn boek is het nog steeds fantastisch. Ik weet sommige mensen die het echt verschrikkelijk vinden, maar I love it. Maar ik ben in augustus geboren, dus ik ben echt wel een zomerkindje. Ik weet niet of dat... Ik ben heel benieuwd of jij een zomer- of winterkind bent, zeg maar, qua of je houdt van de kou of de warmte. En of je dan ook in dat jaargetij geboren bent. Ja, ik ben echt een lafde zomer. Het mag voor mij het hele jaar door zomer zijn. En het maakt me dus ook niet uit hoe warm het is. Ik heb geen enkel probleem met warmte. Ik vind dat heerlijk.
Ik heb meer moeite. Ik hou van sneeuw, maar alleen als het op met skis onder is op een berg. Verder heb ik er weinig mee. Ja, ik vind het wel leuk om een keer sleetje te rijden, maar dat is, verder vind ik het vooral heel onpraktisch. Hetzelfde geldt voor ijzel. Daar heb ik ook echt een heel erg hekel aan. Regen en zo boeit me allemaal niet zoveel. Maar ja, ik ben echt een zomerkindje. Ik hou echt van de warmte en de zon. Was dan nuttige informatie, Karin? Nou, zeker. Je kan het maar weten. Ja, dus ik ga nu lekker relaxen. Eerst even de kleine man naar bed brengen. Maar ze waren heel zoet vandaag. Het is heel gezellig. Lekker bij papa en mama. En papa is 's ochtends met Elin naar de speeltuin geweest. En 's middags met Niels. Hij vindt het altijd leuk om op pad te gaan met ze. En mama en ik heb gewoon de hele dag in de tuin gezeten. En dan deels met elkaar, deels met Elin, deels met Niels. Dus het was helemaal relaxed. Dus ja. Ik zie je morgen. Goedemorgen trouwens. Het is zaterdag. En vanmorgen het hele huis schoongemaakt, dus ik had nog niet gedoucht, want ik dacht, ja, bloody heet. Het is nu 25,5 graden hier. Het was veel warmer, we hebben het boel open gehad. Nu nog even de eettafel opruimen en dan ga ik vanmiddag ook alvast een beetje dingetjes voor de vakantie eventjes checken. Heb ik genoeg zwemluiers, weet je, al dat soort van die checkdingetjes. Ja, de zwemluiers, ik weet wel of ik gewone luiers nog heb, maar zwemluiers, daar kijk ik natuurlijk nooit naar. Dus even dat soort dingen even allemaal checken. En misschien alvast het een en ander klaarleggen, dat scheelt me. Want we gaan dus, als jullie dit zien, nee, dan ben ik alweer terug. We gaan vrijdag naar Landal in Friesland. Super veel zin in met papa en mama. En mijn oom komt ook nog, maar die past eerst natuurlijk een deel van de tijd op Mittens. Ja, dus dat was hartstikke leuk. Alleen moet wel gewoon ingepakt worden. Ik heb dus donderdag vrijgenomen, zodat ik donderdag rustig in kan pakken, omdat we vrijdag gaan. En donderdag zijn de kids er niet, dus dat scheelt, dan heb ik ruimte en rust. Dus dat voor donderdag, maar ik wil wel eventjes, niet dat ik donderdag ineens al naar de winkel moet, omdat we allerlei dingen niet blijken te hebben. En vandaag komt binnen waar ik mijn ziel aan de duivel heb verkocht, namelijk een tweede tablet. Geheel tegen mijn principes in, maar Elin heeft gewoon geen rust in de auto. We gaan proberen in haar middagslaapje te rijden en hopen dat ze gaat slapen. Maar goed, bij de terugreis wordt dat denk ik sowieso lastig. En ook voor, zeg maar, als we straks op zomervakantie gaan, vind ik het gewoon handig. Want in het vliegtuig, ja, als het allemaal doorgaat, dan zitten we dus in het vliegtuig. En dan hebben we, Elin is dan 2, dus die moet dan ook een eigen stoel. Dus dat betekent dat, en het is een vliegtuig met 3x3 stoelen. Dus dat betekent dat, nou ja, Sven en Elin, of Sven en Niels en Elin en ik, maakt niet uit. Zeg maar dat de een met het ene kindje aan de ene kant van het gangpad zit. En dan met het andere kindje aan de andere kant van het gangpad. En 2 uur van de vlucht zonder tablet vinden we ook niet echt heel erg relaxed. Dus ze gaan dan gewoon spelletjes doen en zo. Maar ze, gewoon normaal met speelgoed en dat soort dingen, dat nemen we gewoon mee. Maar er komt altijd zo'n punt dat je denkt, een beeldschermpje is wel even lekker. En Niels is zo'n hele makkelijke slaper, ook in de auto en zo. Maar wij hebben een best wel grote tablet. En die is ook best wel oud. Met een hoesje. Ja, daar is ook geen hoesje meer voor te koop, denk ik. Maar met een hoesje. Maar dat kan Ela eigenlijk niet zo goed vasthouden. En we dachten, weet je, dan hebben ze er allebei één. Hier kunnen ze heel lang weer mee doen. Weet je, je gaat er toch heel veel gebruiken. Dus ik dacht, ik verkoop mijn ziel aan de duivel. Dus ik heb een kleine tablet gekocht. Want ik had bij de Consumentenbond gelezen dat ze zeiden van, een kindertablet is eigenlijk maar voor een hele korte periode. Je kan beter een normale kleine tablet nemen. Want daar heb je gewoon veel meer aan. En in feite is het bijna dezelfde prijs. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb er dus wel voor één en zo'n mega protection shield omheen gedaan. Waar ze het zo al vast kan houden. Ik dacht, ja, dat mens, dat doordat helemaal niks. Dus die wordt vandaag bezorgd. En slippers voor Niels worden volgens mij vandaag bezorgd. Want daar heeft hij, zeg maar, zo'n stuk voet over na zijn slipper. Dus dat was ook wel tijd voor iets nieuws. Oh, kinderen. Kost geld. Wat is er, Mittens? Wat wil je zeggen? Ja. Ging je kletsen? Ging je mij roepen? Lampje aan. Kunnen we elkaar zien? Ging je mij roepen? Ja, dit moet nog in de was, jongens. Geen paniek. Mittens was me aan het roepen. Wat was er? Wil je spelen? Ik moet even mijn make-upje afmaken. Dan kom ik even spelen, ja? Nou, ze boos. Jij gaat de baby ook naar Bollo? Ja. Oké. Nou, even de hoed al op.
De baby moet ook mee naar boven. Ach ja, de baby is zo lief, hè. Nou, wij zijn even bezig hier. Ik ga even alle spullen uit de kast halen qua zwemmen. Want er zit dus oud en nieuw bij. Wat doen we voor in de auto? Even zoeken. Ja, wat is dat? De visjes, hè? Want dit, ja, dit zijn dus bijvoorbeeld de grote en de kleine. Nou, niet de kleine, de grote zwemluiers. En goede zwemluiers. Ik moet even gewoon alles. En zwembandje. Ik moet even alles bij elkaar zoeken. Ja, wacht even. We zetten even de camera neer. Even alle belletjes. Ja. Belletjes. Zijn deze wel goed? Nee. Ja, deze zijn wel goed. En die zijn te klein. Mag ik die? Ik heb alvast deze gevonden voor de auto. Ja, dank je. Ja, want kijk, jouw voetjes zijn zo gegroeid. Heb je er nog eentje? Dit waren haar oude. Dit vind ik echt geweldige dingen. Een tipje. Dit heet slipstops. En dit zijn de schoentjes voor in het zwembad. En dan glij je niet uit. Dus ik heb nu grotere besteld. Ik vond dit motiefje eigenlijk leuk, want die hadden ze niet. Dus nu heb ik roze met hartjes. Ook prima. Maar deze zijn echt top. Dus die gaan mee. Dit is zo'n baby swimmer, die is te klein. Dus ik ga ook even een stapeltje te klein maken voor de weggeef. Openmaken, wel openmaken. Dit is een klein badje, dat kan ook weg. Nou, die hoeft niet open, lieverd. Dit is ook voor... Ja, of kan het nog voor jou? Weet ik eigenlijk niet. Staat dat erop, zo'n zwemband? Het is een mooie zwemband, Elin. Up to 1 jaar, up to 11 kilo. Nou, qua kilo zou het misschien net kunnen, maar dat is helemaal voor jou. Dus je bent de baan op 2. Wat is dat nou? Pieuw. 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 Oh. We hebben een handdoek voor pieuw. Elin. Pieuw. Ja. Pieuw. Ga je maar pieuwen? Ja. Voor Niels. Pieuw. 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 dan heb ik voor haar deze luipaard zwemmandjes. Deze zijn van 0 tot 2 jaar. Maar ik had gezien dat 0 tot 2 jaar, dat is van 11 tot 15 kilo. En zij weegt, nou, met zo is het beter, hè? En ze weegt, zeg maar, op een goede dag 11. Dus ik dacht, nou, dan is dit gewoon prima. Oh nee, deze kon ook onder 11. Dus kijk, hier staat het. Dit is dus voor deze twee geschikt. Voor, 11, voor onder de 11 en van 11 tot 15 kilo. Dus ik dacht, helemaal top. Kijk, Elin. Wauw, hè? Nog een hoedje. Nog een hoedje, ja, maar dat hoedje is weer te klein. Dat is van vorig jaar. Hetzelfde hoedje, want nog steeds hartstikke leuk, maar die is te klein. Zie je? Past niet meer. Die is te klein. Nee, die past niet. Die past. Nou, het wordt wel een klein pandertje, maar goed, ze kan het hebben. Die niet. Nou, ze heeft ook streepjes. Nee, die is niet te klein. Dit is haar badpakje. Ze had deze. Die wilde ik eigenlijk heel graag weer. Deze is van Gap. Heel cute met die citroentjes. Maar ja, het, vooral zeg maar hier begint het. Eigenlijk kan ze hem grotendeels nog hebben. Alleen in de lengte begint hij zeg maar te knellen. Zeg maar vooral hier met die luier was het gewoon niet meer fijn. Dus ik heb nu, volgens mij is het weer van Gap. Oh nee, het is een ander merk. Heb ik nu deze. Oh, die is getraind. Maar die heb ik denk ik niet. Ik denk dat het nu niet een UV. Dit is meer voor Italië dan. Ben je Sinterklaas? Ja, dat is een Pietje. Ja, die is mooi. Pietje, hè? Ja. Een gewoon zwempakje, zeg maar. Want het is natuurlijk gewoon een... Hallo. Hallo. Dat is Piet. Hallo, Piet. Oh, ze krabt zo, jongens. Dat is vreselijk. Maar goed, dus ik neem wel een UV-pakje mee, zeg maar, voor als we buiten zitten. Maar veel ben je natuurlijk gewoon dat binnen zwemmen, want dan hoef je niet zo'n heel pak mee. Ben van naar Bollo, ja. Moet die ook mee, de brief? Is dat een brief voor Bollo? Ja. Ja. Ja, dus dat. Deze moet mee. Nou, voor Niels heb ik de zwemkleren ergens anders liggen. Dat zijn zwemvleugels hier, want hij moet zelfs een stukje groter. Gooi maar, Elin. Gooi maar. Ja.
poppenhuis wat verder. En ik heb hier allemaal verschillende muurstickers. En die ga ik, sommige ga ik kleiner knippen. Dan ga ik ze in alle kamertjes doen. En ik ga even voor mama de vloer opmeten, want ze gaat een kleedje maken. Ik heb in de badkamer heb ik kleine driehoekjes geknipt van de grote driehoekjes, zeg maar. Dus dit was het formaat. Daar heb ik dus kleintjes van geknipt. En dan heb ik in de woonkamer heb ik, zeg maar, deze, zeg maar, zowel de grote, dus heb ik hem door midden gedaan, als nog kleiner. Nou, is toch gezellig dit? Dan komt hier ook, een kleedje wat mama maakt. En hier komt dan nog een slaapkamer, die is van de Hema, die had mama gezien. En die is met zwarte stippen, dus ik denk dat ik een combi ga maken van deze en deze. En in de keuken een combi van deze twee. Dus ja, dan ga ik maar even kijken. Ik heb nog een beetje van deze over en nog een klein beetje van de zwarte. Dan ga ik even kijken, misschien nog, ik heb hier natuurlijk nog zijmuurtjes. En ik heb nog meer gewone stickers, kijk. Sowieso nog die hangende plantjes komen nog wel ergens. En de cactus, en de slingen en dit plantje. En het zeepompje wil ik eigenlijk in de keuken zetten, ook nog even kijken. En ik heb natuurlijk ook nog de zolder. Dus daar ga ik ook nog iets van maken. Maar voor nu ben ik muy contentie. Zo super knus zo. Goedemorgen, het is zondag. En Sven en Niels zijn naar het kinderfeestje van mijn neefje. Hoe je hem dan ook noemt. En ik dacht, dan gaan Eden en ik even naar het kinderboerderij. Vaak het ons uit. Jeeuw. Dan pak ik even een paar sokjes. En dan gaan we daar lekker even heen. Pieuw, pieuw. Een hele mooie laarzen aan. Lieveersbeestje. Sta op de boerderij en dan kijk je naar lieveersbeestjes. Wat is daar? Schaap. Een schaap. Ja, daar is een schaap, hè? Wat zegt het schaap? Ja. En wat is dat? Oh, hoor je dat? De koe. De koe. De koe. De koe, ja, kom maar. Nee. Ja, maar, ja, een handje, tuurlijk. Ellen vindt het heel leuk, maar ze vindt het ook een beetje spannend. Zeker een grote koe. Maar we hebben net wel... Oh, we hebben net wel bokjes geaaid, hè? Kijk eens. Allemaal cavia's en konijnen. Een hele grote konijn. Ja. Waar zie je ze? Ja. Het schaapje. Het schaapje, ja. Waar is hij heen? Zijn in de piep. En de nieuwe piep, de andere was dicht. Eindje, hè? Hier de koek. Ik doe een stoppetje. Hey, dit is niet helemaal te leuk voor. Nee hoor. Hey, dit is ze. Elin, met een stil. Niels, kom. Hi. Wij zijn te verstopt. Sluitje. Nee, we gaan niet pluiten. Het is ook alleen als het heel lang duurt, zoals net. Nu moet ik met mama tellen. Ja, ga nog één keertje lukken, Elin.
Oké, gaan wij tellen. Ik heb lekker een maskertje op. De kids liggen op bed. Verstop je ze altijd zo hilarisch over omdat Elin gewoon niet stil kan zijn. Ze zit dan ergens te giebelen. Maar goed, het is altijd heel grappig om te doen. En op het laatst mochten ze ons zoeken. Dat is ook heel leuk. En we zijn even naar de nieuwe bieb geweest. We waren eigenlijk naar een andere bieb, maar die bleek dicht te zijn. Mijn belegging was altijd open op zondag, maar goed, blijkbaar nu niet meer. Of nu even niet vanwege het virus of zo, weet ik niet. Maar we hebben naar de nieuwe centrale bieb, de Neuden, gegaan. Echt zo mooi gebouw. Dus dat was wel heel leuk om daar even heen te gaan. En ik dacht, ik laat even zien welke boeken we hebben gedaan. Ik moet zeggen, als de bekende bieb, we hebben een aantal biebs waar we vaker heen gaan. Dat is Kanaaleiland, Oog en Al. En nou, dat zijn eigenlijk wel degene waar we het meest heen gaan. Dus die kennen ze en dan, nou ja, dan weet je gewoon waar ze zijn. Maar deze is sowieso wat groter, heeft best wel veel kinderspeelplekken. Dus dan ben je daar wat meer mee bezig. Dus, en ik was dit keer ook specifiek op zoek naar een aantal dingetjes die we ook makkelijk mee konden nemen op vakantie. Maar goed, deze hebben we gehouden. Die heb ik verlengd. Ik ben een tijger en ik had een geweldig boek. Het gaat over een muis die alle dieren die hij tegenkomt probeert te overtuigen dat hij een tijger is. En de vraag is of dat lukt, natuurlijk. En dan heb ik, niet eens gek op zoekboeken, maar het zijn meestal best wel grote dingen. Maar nu vond ik deze, de Smurfen zoekboek. Dat is wat gewoon met kleine, gewoon kleiner formaat. En nou ja, goed, dan moet je dus allemaal dingetjes zoeken. Nou, dat vindt hij altijd fantastisch. Dus die kan mee op vakantie. Dan hebben we, hij vindt leerboeken zeg maar ook heel leuk. Dus dit zijn de sterren en de planeten, wonderenwereld. Geen idee, ik ken hem niet. Deze ken ik van vroeger, dus ik dacht dat vind ik ook wel leuk. Max en de Maxi Monsters. Die kennen vast wel meer mensen. En nou ja, ik weet helemaal niet meer hoe het ging, maar ik ken het nog wel. Dus ik dacht dat vind ik wel leuk om een keertje voor te lezen. Ik kan toveren, magische planten en dieren. Bijvoorbeeld het vuurvliegje staat hierin, dat soort dingen. Deze vind ik heel handig voor mee op vakantie. Het grote. Deze, ik heb hier, zelf hebben we hier ook eentje van, of twee misschien zelfs wel, maar dit is het grote voorleesboek voor rond de 3 jaar. En deze dacht ik zit een beetje tussen Elin en Niels in. Deze hebben wij wel vaker gehad. Deze vindt Niels heel leuk, dit gaat over Max de superheld. Maar goed, dit zijn allemaal grotere en kleinere verhaaltjes om voor te lezen. Naar Amerika, die heb ik ook het laatst meegegist. Dribbeleert woordjes met allemaal verschillende woorden, vindt Elin leuk. En deze, het 100, mijn eerste flapjesboek met 100 dieren. Dat vindt Elin ook fantastisch. Dus die heb ik allemaal meegenomen van diep. Dan weet je dat ook. Weet je, we proberen meestal, we hebben altijd 10 boeken. En dan is zeg maar ongeveer 6 voor Niels, 4 voor Elin. Waarvan die van Niels zeg maar ook soms geschikt zijn voor haar. Ja, dus dat was het. Ik denk dat ik daarmee ook gewoon lekker de vlog ga afsluiten. En volgende week gaan jullie mee op vakantie. Dus ik ga deze vlog nog bewerken en dan hoef ik in de vakantie alleen maar te filmen. Maar dan neem ik jullie mee naar Landal in Friesland. Dus ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Dankjewel voor het kijken. Doeg!